zijn we aan het bouwen, een sociale woningbouw, maar ook het duurdere segment. Dat is allemaal FSC-hout. Dat is niet over één dag ijs gegaan, dat was nog heel wat, had nog heel wat voeten in aarde om zoveel hout op deze plek te krijgen. En het is ongeveer een jaar geleden opgeleverd. Dus 2 jaar geleden hadden we al dit hout nodig. En gewoon de voorraad hout, dat was echt zoeken om voldoende te krijgen. Dus dat was een probleem waar FSC Nederland ook goed mee heeft geholpen om te zorgen dat we dat hout ook wel kunnen toepassen. We zijn in eind 2008 zijn we lid geworden van FSC, van FSC Nederland, omdat we echt geloven in dat de opdrachtgevers moeten vragen om goed hout. Op die manier kun je de markt stimuleren om ook te zorgen dat er voldoende hout is. En als je dan kijkt naar FSC, dan gaat het niet alleen maar om het duurzaam hout, maar ook om de mensen die dat duurzame hout ontwikkelen. En dat vinden we als Vidomus belangrijk. Kijk, als je de bossen helemaal wil besparen, dan moet je ze met rust laten en dan moet je ze beschermen. Wij werken allemaal in secundaire bossen. Maar ook al zou je maaglijke bossen hebben, ik denk dat het voor een land goed is om gebieden aan te wijzen voor duurzame bosexploitatie. En voor mij is dan gewoon, dan is FSC de beste norm daarvoor. We zijn nu de voorbereiding aan het doen voor de kap. De eerste criterium van hem is van waar zit het gewicht van, zeg maar, de top van de boom. Nou, die zit aan deze kant aan de rechterkant. Dus dan moet hij in ieder geval ongeveer die kant op. Dat hij niet te veel vernietiging doet van andere jonge bomen of grotere bomen. Minimaal lengteverlies, geen scheuren in de stam, hartstikke mooi. Het zwaarste met heel FSC is het sociale programma. Want het bosbeheer, dat leren de mensen. De mensen krijgen opleidingen. De mensen die op die machines zitten, die worden geleerd om op die machines te rijden. Maar die worden ook geleerd van hoe moeten ze zo weinig mogelijk schade, hoe moeten ze een boom eruit slepen. Die kappers, die worden ook geleerd om zo weinig mogelijk schade als die boom kapt. Soms zien we wel hangen van die, dan splijt die boom helemaal op. Nou, dat gebeurt bij ons niet meer, we hebben dat geleerd. Sustainable certifications from our own government, SVLK, they usually call it. And after that, we are heading to FSC. I think it requires us roughly about 2 to 3 years to obtain our FSC certifications. If not, then we lose a competitive advantage compared to other concessions, and we don't want that for our future. FSC is eigenlijk belangrijk om 2 redenen. A, vinden we het principieel gewoon heel erg belangrijk om een verschil te maken met FSC-certificering en daarmee de duurzaamheid van onze herkomstbronnen. En B, vanwege de toekomst van het bedrijf. We zijn een 126 jaar oud bedrijf. En voor de toekomst is het voor ons enorm belangrijk om al onze bronnen volledig FSC gecertificeerd te krijgen. En daar speelt RISCI een hele belangrijke rol in. RISCI is een concessiehouder en wij kunnen met RISCI een partnership aangaan waarbij we in feite alle houtsoorten in één keer kunnen verwerken tot eindproducten en halffabrikaten die vervolgens ook in Nederland nog verder verwerkt kunnen worden. Om daarmee dus directe link naar de bron te leggen en natuurlijk in combinatie met die FSC-certificering.